En ondertussen, terwijl u ook kon luisteren van dit prachtige nummer, is bij mij aangeschoven Koos Paulusma. Goedemiddag, Koos. Goedemiddag. Want we gaan met jou praten over wat ik persoonlijk een heel mooi initiatief vind. En dat is de Grote Hoogvliegersdag op Teugen. En dat is een initiatief van de Stichting Hoogvliegers. Zeg ik dat goed? Correct. Nou ja, even voor de luisteraars. Wat is en doet de Stichting Hoogvliegers? Ja, de Stichting Hoogvliegers is een ambi-organisatie. En die is in 2007 opgericht door een aantal beroepsvliegers. Ja? En inmiddels zijn er, ik denk inmiddels een paar honderd vliegende en niet vliegende vrijwilligers lid van de Stichting Hoogvliegers. En de stichting beijvert zich om chronisch en terminaal zieke gehandicapte kinderen en gehandicapte kinderen de dag van hun leven te bezorgen. En dat doen we al vanaf, ik geloof dat ik het al gezegd had, vanaf 2007. Nou, dat is inmiddels wordt het dan dus nu het 8e jaar. Klopt. Fantastisch. Ja. Dus jij bent een van de organisatoren voor de komende Hoogvliegendag. Ja, zoals dat op ieder vliegveld in Nederland is een clubje mensen die zich bezighoudt met het organiseren van de activiteiten rond de Stichting Hoogvliegers. Mm-hmm. Zo vliegen wij het gehele jaar door op individuele basis kinderen die zich via onze website hebben aangemeld. www.stichtinghoogvliegers.nl. Ja? Daar kunnen dus kinderen die chronisch of terminaal ziek zijn of lichamelijk of geestelijk gehandicapt zijn, kunnen zich daar aanmelden. Ja? En die worden op individuele basis rondgevlogen. Maar het grote werk is in feite de organisatie van één dag, waar we zo'n 55, 60 kinderen in één keer uitnodigen. En dat noemen we dan ook de Grote Hoogvliegersdag. En die Grote Hoogvliegersdagen worden op ieder vliegveld in Nederland, op een paar kleine uitzonderingen na, ieder jaar georganiseerd. Zo, wat een geweldig initiatief, maar ook een gigantische organisatie. Nou, dat doen we dan ook met z'n vieren. En ik ben een van de organisatoren. Wij zijn eigenlijk al meer dan een half jaar bezig met de organisatie daarvan. En dat betreft dus niet alleen zorgen dat die kinderen buiten het vliegen om ook nog een aantal leuke dingen te doen krijgen bij ons in de hangar en op het platform bij het vliegveld. Maar we moeten natuurlijk ook zorgen voor, zoals dat in goed Nederlands heet, de funding. Dus het zoeken van sponsors behoort ook tot onze taak. Precies, want dat kost natuurlijk ook wel even het nodige. Het kost erg veel geld. Ja, dat lijkt me ook. Als je het omslaat over het aantal kinderen, dan komt dat neer op ongeveer €175 per kind. Wat de organisatie van zo'n dag kost. Ja. Er moeten toiletwagens gehuurd worden. Een invalide toilet moet gehuurd worden. We zorgen natuurlijk voor een aantal leuke dingen. Zoals wat we gaan doen op Teugen. Dat is, we laten de kinderen zelf pizza's maken die ze mogen bakken. En kunnen ze net zoveel eten als dat ze willen. Er is continu aanvoer van patat friet wat ze mogen eten. Uiteraard, ja. Komt een springkussen bij. We gaan zelfs, en dat is ook wel erg leuk, dit keer voor het eerst met trucks rijden. Vrachtwagens, dus de trekkers. Ja, ja. Er komen er een stuk of vijf van naar Teugen. En daar kunnen de kinderen die moeten wachten, of de kinderen die al gevlogen hebben, die kunnen daar dan instappen. En die worden op en neer naar Twello gereden vanaf Teugen. Nou, dat is natuurlijk voor die kinderen ook grandioos. Ja, hè? Fantastisch. En ik heb gelezen, is dat correct, dat het gaat om kinderen tussen de 6 en 16 jaar? Ja, dat klopt. Wij hebben ons gefocust op die leeftijdsgroep, 6 tot 16 jaar. En het belangrijkste voor die kinderen is natuurlijk, zowel bij de individuele vluchten als op de Grote Hoogvliegersdag, dat ze voor één dag piloot zijn. En voor een echte piloot, ze mogen zelf sturen in het vliegtuig. Want de vliegtuigen waar wij mee vliegen zijn vierpersoonsvliegtuigen. En die zijn altijd op de rechterstoel ook uitgerust met de stuurorganen. Ah. Dus die kinderen die worden dan echt verwend. En een droom komt uit. Dat kan een jeugddroom zijn, een jongensdroom zijn of een meisjesdroom. Ja. En het betekent wel dat ze één dag gewoon eens een keer losgerukt worden uit hun dagelijkse beslommeringen. Ja. En wij willen ze dan ook die dag helemaal niet confronteren met hun ziekte. Nee. Maar alleen maar met leuke dingen. Ze zijn gewoon echt een beetje die dag alleen maar piloot en daar zijn ze mee bezig. Helemaal. Ja, geweldig. Jij gaf ook aan, kinderen kunnen zich ook aanmelden via jullie site. Dat kunnen die kinderen ook echt zelf doen? Dat gaat niet via instanties? Nee, die kinderen kunnen zich rechtstreeks op onze website aanmelden.
En ze worden dan door de organisatie, dat doen wij zelf niet, worden ze gescreend. Er wordt met de ouders gesproken over welke ziekte ze hebben. Mm-hmm. En er wordt dan ook beoordeeld of die kinderen zonder enig probleem ook voorin kunnen zitten en zelf kunnen sturen. Ja. Want je hebt natuurlijk kinderen die spastisch zijn of andere gebreken hebben, waardoor het voor ons als piloot wat gevaarlijker wordt om zo'n kind voorin te hebben. Nou precies, dat lijkt me wel van belang voor jullie ook om te weten. Lijkt me wel. Veiligheid voor alles. Absoluut waar. Nou, ik wil er nog veel meer over weten. Wij gaan zo nog even verder praten, maar we gaan eerst even luisteren naar muziek. En wij gaan naar het jaar 2002. Adam Gregory. En we gaan het over hoogvliegers hebben, maar dit gaat over In the Country. I was born in the country, far away from city lights, where the air is sweeter, where I feel all right. In the country, I was born and raised in the country, yeah. In the country, and that's where I'm gonna stay. In the country, yeah, 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 yeah. Come on, rising up the bowl, party to the rooster crow. Let's go! Gonna walk down the dirt road, gonna work. I'm not sure where I'm going, Lord, I know where I'm from. I'm from the country, I was born and raised in the country, yeah. In the country, that's where I'm gonna stay. In the country, yeah, 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 yeah. Ain't no place I'd rather be than right here in the country. It's where I find my lover. It's where my children will be born. It's where I'm close to heaven. Yeah, 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 yeah. Let's go. In the country, I was born and raised in the country, yeah, yeah. In the country, that's where I'm gonna stay. In the country, yeah. In the country, I was born and raised in the country, yeah. In the country, that's where I'm gonna stay. In the country, yeah. Place I'd rather be than right here in the country. Let's go, go to the country. Let's go, go. Let's go, go to the country. Let's go, go. Come on down to my place. We'll park to the rooster. Bij mij in de studio zit nog steeds Koos Paulusma. Want we hebben het over de grote hoogvliegersdag op Teuge aanstaande vrijdag 15 mei. Nou, en voor de plaat hadden we het even over het aanmelden. Kinderen kunnen zich individueel zelf aanmelden op de website. Maar goed, Koos, jij gaf ook wel aan van er zijn toch wel de organisatie neemt contact op. Omdat jullie natuurlijk wel willen weten wat kunnen die kinderen. Want ze zijn of chronisch of terminaal ziek of gehandicapt.
Nou vroeg ik mij af, naar aanleiding daarvan, hoe gaat dat volgende week vrijdag? Hebben jullie extra medische begeleiding of houden jullie daar rekening mee? Hoe werkt dat op zo'n dag? Nou, wij zijn natuurlijk voor wat betreft de organisatie van zo'n grote dag wel verplicht om BHV'ers, bedrijfshulpverleners, ja, aanwezig te hebben. Maar we kunnen in dit geval ook rekenen op de aanwezigheid van het Rode Kruis. Ja. Ik dacht van de afdeling Twello. Die komen met een ambulance demo auto ook. Net zoals trouwens de brandweer en de politie aanwezig zullen zijn. Ja. Ja. Maar een specifieke begeleiding van die kinderen is er niet. Maar waar wij wel voor zorgen, dat is dat ook kinderen die niet meer rechtop kunnen zitten, die kunnen we meenemen in het vliegtuig en die worden dan in een zorg, in een soort zitzak geplaatst. Oh. Waardoor ze keurig rechtop kunnen blijven zitten in het vliegtuig. En voor de kinderen die helemaal niet meer kunnen zitten, die alleen maar liggend vervoerd kunnen worden, komt aanstaande vrijdag ook het ambulancevliegtuig van de Stichting Hoogvliegers. Oh, die hebben jullie ook inmiddels? Er is een ambulancevliegtuig dat speciaal is aangeschaft om kinderen die bedlegerig zijn ook het vliegen te laten beleven. Die kinderen worden dan liggend meegenomen in het ambulancevliegtuig, hoog, zodat ze ook uit het raam kunnen kijken. Ja, dat is helemaal super georganiseerd, ja. Oh, geweldig, ja. Zeg. Nou ja, en het begint ook steeds meer tot mij door te dringen wat voor een impact dat ook is en wat voor een organisatie er op jullie schouders rust. En al die kinderen die komen, 60 kinderen had je het over. Dat betekent de hele dag door vluchten maken met die kinderen. Hoe lang is zo'n vlucht? We gaan met de kinderen een route vliegen langs de IJssel. Dus van Teuge vertrekken we richting Weijen en dan achter Deventer en voor Zutphen langs weer terug. Langs Buslo, Twello. Zo'n vluchtje duurt ongeveer 25-30 minuten. Maar met in- en uitstappen moet je toch praten over toch wel dat je daar 3 kwartier mee bezig bent. Ja, dat lijkt me ook. Nog even terugkomend op het inschrijven. Kinderen kunnen zich voor de grote hoogvliegersdag niet zelf inschrijven. Daarvoor ontvangen de kinderen en de instanties uitnodigingen van ons. Mm-hmm. En zo krijgen we dus nu aanstaande vrijdag kinderen van S'Heeren Loo hier uit Apeldoorn. Van het Gelre ziekenhuis. De Roesing uit Enschede uit mijn hoofd. Ja. Isala klinieken in Zwolle komen kinderen vandaan. Zo. Maar voor een individuele hoogvliegt kunnen kinderen zich natuurlijk wel via de website opgeven. Ja, precies. Maar en voor deze dag is specifiek ook gekeken naar dus toch wel kinderen hier uit de omgeving. Ja, dat doen we dat ieder jaar. Maar op een gegeven moment raakt de koek op. En ja. Wij hebben ook ons niet gerealiseerd dat 15 mei de dag is tussen Hemelvaart en het weekend. En heel veel van die organisaties hebben de kinderen dan met vakantie gestuurd. Of in ieder geval, wat dat betreft hebben we echt flink moeten trekken. Om inderdaad die 60 kinderen bij elkaar te krijgen. Toch wel? Ja, oké. Want ik kan mij voorstellen dat zo'n dag is. Nou ja, goed, iedereen is ook zo'n beetje lekker vrij. Ja, dus, of gaan weg met vader en moeder. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, ja. Dat is helemaal waar. Maar goed, ja. Je hebt ze toch bij elkaar gekregen, die 60. Dus een aantal kinderen gaat misschien wel, die hier in de omgeving woont, hun huis van bovenaf bekijken. Nou, we gaan niet over Apeldoorn. Want, dat niet, hè? Nee, dat dan niet. Maar goed, je zei ook al, Zwolle, voor hetzelfde komen kinderen ook uit de buurt van Zwolle, Twello, Deventer, je weet het niet. Ja. Hartstikke leuk. Is het nou ook voor ons als toeschouwers toegankelijk die dag? Nou, het is geen publieksevenement. We zullen dus mensen die zich bij ons aan de achteringang van de hangar melden en die alleen maar als toeschouwer aanwezig willen zijn, die zullen we niet toelaten. Dat kan gewoon niet. Maar mensen die willen kijken naar de drukke bedoeling op het vliegveld Teuge, kunnen natuurlijk naar het restaurant Take-Off gaan. En daar vanaf het terras de hele operatie gadeslaan. Ja, dat lijkt me geweldig. Ja. Ik bedoel, je stapt op de fiets, het is mooi weer. En je neemt daar even een terrasje. En volgens mij krijg je iets fantastisch te zien. Ja. Ze moeten er wel rekening mee houden dat vol is vol, hè? Ja, precies. Ja, precies. Heel goed. Zo is het. Ja. Echt schiet. Ik ben helemaal onder de indruk. Jij bent zelf piloot. Ga jij zelf ook vliegen vrijdag? Nou, ik denk het niet. Want we hebben alles al zo'n beetje ingepland. Er zal misschien een situatie zich voordoen dat ik zelf inderdaad ook nog één rondje maak. Maar ik ben verantwoordelijk voor de ontvangst van onze sponsors. En voor de ontvangst van de pers. Want ook
RTV Apeldoorn komt met een camera wat tv-opname maken. Ja, geweldig. En, ja, die moeten natuurlijk toch antwoorden krijgen op vragen. En dat ga ik dan ook doen. Het gaat je zeker lukken. Ja. Ja. En ja, sponsors, dan moet je toch denken aan een aantal bedrijven uit de regio. Maar ook serviceclubs zoals Kiwanis hier uit Apeldoorn sponsort ons. Overigens, Kiwanis heeft heel veel te doen met de jongvolwassenen gehandicapten van de Passerel. Ja. En die komen aan het eind van de middag ook met 4 jongvolwassenen. En daar ga ik dan zelf inderdaad wel een rondje mee vliegen. Oh, dat is mooi. Ja. Dat is mooi. Dat is een mooie mengeling van mensen, organisaties die bij deze fantastische dag betrokken zijn. Ja. Geweldig. Noem nog één keer de website waarop alle informatie staat en waarop ook kinderen zich individueel kunnen aanmelden. Dus niet voor deze dag, maar echt voor individuele vluchten. Ja. Op die website kan ook gekeken worden naar het filmpje wat in 2013 tijdens de Hoogvliegersdag op Teuge gemaakt is. Ook dit jaar worden er weer filmopnamen gemaakt door de Stichting Hoogvliegers zelf. Ja. Dus over een week of over een paar weken staat die film ook op internet. De website is www.stichtinghoogvliegers.nl. www.stichtinghoogvliegers.nl. Nou, ik zou zeggen, draag de stichting een warm hart toe met z'n allen. En Koos Paulusma, ontzettend bedankt dat je even in je drukke periode de tijd hebt genomen om naar de studio te komen voor je toelichting. Ik wens jou een fantastische dag toe. En we gaan duimen dat het goed weer is. Dat jullie niet hoeven uit te wijken naar een andere datum. Want dat kan ook het geval zijn als het echt slecht weer is. Hè? Als het echt slecht weer is, dan is dat het geval. En ik moet zeggen, we zijn dat op Teuge redelijk gewend. Nou, dan moet er nou een keer een uitzondering komen, toch? Ja. Dat is wel te hopen. Nou, de vooruitzichten zijn goed hoor. Precies. Voor de vrijdag de 15e. Daarom. En ik wens ook namens mijn collega's van RTV Apeldoorn ook al die kinderen een hele mooie dag toe. Dankjewel.